Dames en heren, welkom bij alweer een nieuwe E-Divisie speelronde 28 vandaag. En we hebben vandaag een topicje op het programma staan. We hebben hier Stefan met PEC Zwolle tegen Danny van Excelsior. En vorige week was deze twee in een week van uiterste. Stefan die de IJssel derby veroverde tegen Go Ahead. En hier Danny met Excelsior die in de laatste minuut onderuit ging tegen de gedoopverfde winnaar Ajax. Dus ze hebben allebei een flink potje vandaag. En we beginnen allereerst natuurlijk met de standaard wisseltjes. Excelsior die hier wat wissels aanbrengt. 4-3-1-2-1-2. Je wat advies krijgt van de tegenstander. 4-3-1-2. Lekker man. Moet ik zien. Advies van de tegenstander over de opstelling. En we beginnen hier inderdaad met PEC Zwolle die hier met Roberto Carlos. Die trouwens de laatste wedstrijd speelt vandaag in de hele competitie. De flank overgaat. Hier is Suarez. Die kapt meteen door die verdedigers heen. En hier is Vasquez die oppikt. Vasquez is een speler die ik zelf niet zo graag gebruik, maar die hier in het team van Excelsior toch een basisplek heeft veroverd. Hier gaat de zoon van Zidane die de bal geeft op Bill. Volgens mij is dat een speler die zo gewisseld gaat worden. En hier is Roberto Carlos, dus we hadden het erover. Zijn laatste contract op de leenspeler. Dus even één potje uitpakken en dan is het over en uit voor Roberto Carlos. Hier PEC Zwolle die de opbouw probeert te verzorgen. Je gaat Carvajal, balletje op Bill en terug rustig combineren. De standaard Real Madrid aanval. Die kennen elkaar goed. En hier kan Bill de bal net niet binnenhouden. En dus is het een ingooitje. Garrett Bill gaat hier zelf ook de bal meteen opeisen om te gooien. Och, en dan worden we met z'n allen geprankt. Baf Excel. Prankvideo's. We zijn er allemaal klaar mee, maar hier komen ze toch weer tevoorschijn. Hier is Enzonzi, levert de bal in bij niemand. Hij gaat lekker zelf in de pielen. Ook leuk. De zijkant opzoeken. En hier komt de voorzet. Wie is hier? Wie is hier? Die is de goal van Suarez niet. Want hier is Manuel Neuer. Die wederom dat mooie roze shirtje toeslaat. Kovacic hier. Die hier de bal erin gaat slingeren. Lijkt het erop. En die teleporteerde daar even een metertje van de bal vandaan. Ja. Waardoor Excelsior de bal kan oppikken. En dan de eerste aanval kan gaan beginnen. Hier is Pelé. Er zijn minder spelers in het spel. Heb ik wel eens vernomen. Pelé die hier nog niks klaar speelt. Maar wel meteen zijn aanwezigheid laat zien. Hier Roberto Carlos dus. Die ongetwijfeld iets gaat bewijzen vandaag. Hier wat een bal zeg. Die rechtsback van Excelsior die gaat helemaal de verkeerde kant op. Hier pikt hij hem dan toch op. Florenzi zat. Die hier de bal ook niet eens binnenhoudt. En dus meteen zit te choken. Hier dan toch Florenzi tussen. Onderscherp maar Boateng kan hier de bal oppikken. Modric is daar om de aanval in te leiden. En goed verdedigd door hier Ferdinand. En hier dan Nainggolan die de bal inlevert bij de grote jongens voorin. Onder andere die team of the tournament Griezmann. De blauwe versie. Dus als we vandaag een hotline bling kunnen aanschouwen, zou dat mooi meegenomen zijn. Hier is Neymar. Die voor PEC Zwolle richting het strafschopgebied van Excelsior gaat. Kovacic wordt daar van de bal gelopen door Arturo Vidal. Die de bal vervolgens aan Griezmann doorgeeft. Pelé weer. Bill. En Pelé mag vervolgens weer gaan uitzoeken. Hier komt Griezmann. Die legt hem terug op Pelé. En daar zit de verdediging van PEC tussen. Met Kovacic. Die ook vervolgens weer inlevert. En hier de bal driftig over de zijlijn wordt geschoten. Het is een slordig begin. Zonder nog echt al te grote kansen op die kopbal net van PEC Zwolle na. Is nog een beetje aftasten voor beide heren. 20 minuutjes onderweg. En we wachten nog steeds op de openingstreffer. Hier komt Jérôme Boateng rustig. Balletje terug op Manuel Neuer. Die legt hem eroverheen op het middenveld. Waar Modric het komt wel je wint. Zonder gevolgen, want hier is PEC Zwolle in de problemen. Hier komt Pelé over de zijkant. Die is Pelé. En daar gebeurt niks. Pelé tot nu toe niet veel bereikt. Ook deze ingooi. Nu dan een paasje van Pelé op Griezmann. Griezmann komt hier door. Griezmann langs Rio Ferdinand. Hier is namelijk Pelé weer. Hier komt de voorzitter aan. Daar is Manuel Neuer die ertussen zit. En dan hier mogelijk een herkansing voor James Rodriguez. Vidal schiet maar eens een keer. En Manuel Neuer kan die bal zonder problemen oppikken. Gerrit Bill levert hem ook volgens mij in. En Zonzi corrigeert dat. Maar de man is dat ook, hè? Wat een kutbal, en Zonzi. Volgens levert hij hem in. Dat doet meteen al mijn argumenten weer de das om. Dus bedankt daarvoor. Graag gedaan. Zo ben ik. Ja, dat zien we ook graag. Dankjewel. Gámez hier naar Alaba. En Vidal kan volgens het middenveld bestrijken. De bal eroverheen naar Bill. Waar Carvajal een stokje voor steken. Maar dan toch Gerrit Bill tussen. Gerrit Bill op wilskracht. Hier de bal bij Vidal. Vidal ziet een keer. En die wordt geblokt door Rio Ferdinand. En zo is de eerste goal nog steeds niet in de maak. Hier komt de bal bij Neymar. Neymar die tikt hem rustig op Roberto Carlos. Even wat rust in de tent. En Zonzi op het middenveld. Die het mannetje uitzoekt hier aan de rechterkant. Carvajal heeft die naam. Bill weer. Bill zoekt daar Rodriguez op. En dat ook gewoon winnen, want die komt hier over die zijkant door. Alaba gezien. En Bill kan hier weer ingeslingeren. Wat gaat hij hier doen? Hij besluit om die bal vast te houden. En dan loopt hij dus gewoon over de achterlijn. Dat kan onmogelijk de bedoeling zijn. Rustig. Manuel Neuer met de doeltrap. Neuer tikt die bal hier door naar Kovacic. Die hier de aanval voor PEC Zwolle in kan leiden. Bill van de zijkant naar binnen. Kovacic, balletje door. Was een mooie goal geweest.
als hij daar voor door was gekomen. Maar er zit de verdediging van Excelsior goed tussen. Griezmann terug op Bill. En weer terug naar Griezmann. Waar vervolgens niet veel uitkomt. Hier aan de rechterkant maar eens een keer proberen met Pelé inderdaad. Die zou er toch wel iets moeten kunnen. Hier is Nengolan, balletje op Bill. En daar komt de eerste goal aan. En daar is het 1-0. Neuer maakt een mooie snoepduik over de bal heen. En zo is het 1-0 voor Excelsior. 0-1 moet ik zeggen. Verdedigen daar dan. Stefan heeft flink wat aan te merken op zijn eigen verdediging. En niet onterecht moet ik zeggen. Hier inderdaad, ja. Deze bal. Yeah. Ja. Ik moet zeggen, ze stappen niet lekker in. Maar ook Neuer zag er weer niet goed uit. Hij heeft de afgelopen weken veel te danken gehad aan de keeper van hem. Maar hier zat hij toch even mis. Staat het 1-0 voor Excelsior. Excelsior ook op de ranglijst een veel hogere plek in heeft genomen. Dus je zou denken dat het ook wel een logische voorsprong zou zijn. Maar als we naar het spelbord kijken, zien we dat PEC tot nu toe zeker niet heel veel heeft ondergedaan. Maar toch, de doelpunten zijn het belangrijkste. En dat heeft hij hier op een duidelijke manier geleerd. Hier komt Excelsior, die meteen doorpushen voor een mogelijke 2-0. Griezmann hier met het balletje op het doel van Vidal. Dat is iets te hard. En zo mag PEC achterin die bal rustig in gaan gooien om het spel te hervatten. Nog een paar minuutjes spelen tot rust. Zeg maar blessure tot 10 minuten erbij. En toch hadden we wel lekker om in de eerste helft in ieder geval een goaltje te hebben. Dat je niet met zo'n schaakwedstrijd opgezadeld zit. Waarom loopt die niet? Het balletje pakt niet lekker uit. Hier kan Nengelen overnemen. Naar Griezmann. En daar zit Boateng tussen. Maar die heeft nog steeds de bal bij Griezmann. Pelé wordt niet bereikt. En zo kan PEC toch gaan proberen iets te gaan creëren hier. Carvajal op rechts. Door. Daar zit Alaba tussen. En ook die levert vervolgens weer in. Het is nog niet het meest mooie voetbal. Maar goed. Spanning is er wel. En dat is ook belangrijk. Je gaat nog met de Carlos dus. Heb ik al gezegd die trouwens de laatste wedstrijd speelt vandaag? Ja. Dat heb ik al een paar keer benoemd volgens mij. Maar de Carlos speelt dus de laatste wedstrijd, dames en heren. De leenspeler met nog maar één contract. Altijd gevaarlijk. Ook interessant om te zien hoe hij dat de volgende wedstrijd op gaat lossen. Maar voor nu nog even ogen op het heden. Want nu speelt hij nog. En gaat hier aan de andere kant Carvajal en Zonzi. Balletje snel door naar Suarez. Suarez doet een paar leuke draaitjes en turntjes. Die gaat hij de bal bij Modric. Oh, die is op de zijkant. Is dat buiten spel? Nee, dat is een voorzet. Wordt niet ingekopt. Balletje terug bij Neymar. Die kan er wederom in gaan gooien. Die besluit daar te gaan pielen. En dan is het afgelopen. Dan is het eerste helft 0-1 Excelsior. Drie schoten tegen 1. Balbezit voor PEC Zwolle, maar daar koop je helemaal niks voor. Voorsprong is voor Excelsior Rotterdam. En PEC moet er tweede helft van komen. Ja. En er wordt Kovacic uitgehaald en Zonzi wordt daar zelf uitgehaald. Kovacic blijft staan. En er komt Vieri erin. Een legend. Ook Griezmann gaat daar het veld betreden. En het is nu even kijken hoe ze dat op gaan lossen. Met natuurlijk zo ongelooflijk van de spelers. Is het ook een risico? Je hebt niet echt keus. Je moet natuurlijk die 1-1 gaan proberen te maken. Maar zo van de spelers, dan kan je ook de deksel weer op dat neusje van je krijgen. Huh? En dat gaat hier misschien wel meteen gebeuren. Hier komt Gerrit Bill. Daar komt Gerrit Bill. Weer 2-0. Dezelfde goal inderdaad. Kom op, man. 0-2. 1 minuut naar rust. We zijn bezig. De aanvallende wissels doen de das om. En Gerrit Bill tekent zijn tweede goal. Door de beetjes van Jerome Boateng. En wederom Noorja geklopt. Comfortabele voorsprong van 2 voor Excelsior. Die meteen na rust een flinke klap uitdelen. Want een marge van 1 is al het risico vol. Maar nu is het toch een flink gat geslagen. 2 goaltjes. 0-2. En zo lijkt het hier toch een moeilijke middag te gaan worden voor PEC Zwolle. Die gaat Excelsior vrolijk door. Die 3-0 lijken ze zin in te hebben. Griezmann is hier. Naar Pelé, die de bal weer inlevert. Pelé ben ik geen fan van op deze manier. ik heb Pelé hoog in het vaandel staan, maar hij bewijst zich tot nu toe niet. Bill daarentegen is natuurlijk subliem vandaag. Die compenseert daar goed voor. Hier is Vieri op kracht. Vieri die het zelfs op het van Excelsior ingaat. Vieri, leg maar eens een keer af. En hier misschien Bill alsnog. Nee, er zit goed de verdediging van Excelsior weer tussen. Die verdediging staat als een huis. Bill, Alaba. En hier de bal niet bij Bill terecht. Je kan Bill van PEC Zwolle weer de zijkant op. Kijk, je ziet natuurlijk veel dezelfde spelers. Hè? Bill bij de kanten. Hier is Suarez. Suarez gaat daar goed langs zijn mannetje. Legt hem hier terug. En daar staat Rio Ferdinand perfect opgesteld om die bal te onderscheppen. Lekker verdedigd, ja. Nengolan hier over Excelsior. Levert die bal in eerste instantie in. Maar krijgt een herkansing hier. Florenzi de rechterkant opzoeken. En inderdaad gewoon die verdediging even de rust bewaren. Balletjes breed. En dan niet die eetbare, maar de echte daadwerkelijke balletjes breed. Hier komt Vidal. En dan balletje op Pelé. Pelé dan nu. Bill weer. Bill, de man van de 2 goals. Die gaat hier zijn man opzoeken. Die gaat hier door. Die schiet een keer. En er wordt daar een hoekschopje uitgehaald. En ik blijf het zeggen. Die hoekschop kan ook averechts gaan werken. Hier is Gámez. Maar kijk hoe dit uitpakt. Die tikt hier rond. Ferdinand. Rio Ferdinand. Niet de beste schot in huis. Nengolan daarentegen kan flink uithalen. Even goed voor Pelé. Die draait weer een partij rond. En uiteindelijk toch de bal veroverd. Neymar kan hier de omschakeling in gaan leiden. Hier gaat Antoine Griezmann.
natuurlijk een verse wissel. Dus qua conditie zou het goed moeten zitten. Rent hier ook Florenzi eruit, was het volgens mij. Rio Ferdinand ook gezien. Koek, koek, daar gaat Griezmann die vleugel over. Rio Ferdinand denk ik toch ingegrepen. En de bal is weer terug bij Excelsior. Florenzi hier levert die bal in bij Roberto Carlos. Die trouwens de laatste wedstrijd speelt vandaag. Florenzi kan in ieder geval oppikken. En gewoon niks aan spelen. En Florenzi gaat hier weer dat middenveld opzoeken in Nengolan. En hier worden driehoekjes gecombineerd. Het is net de Illuminati, zeg. Pele hier. Pele die hier naar binnen snijdt. En het is nu toch zaak Aspect nog iets wil gaan creëren. Dat ze nu toch wel langzaam die aanstellingstreffer gaan proberen te maken. Want hoe langer die twee marge op het scorebord blijft, hoe lastiger het gaat worden. Excelsior heeft daar natuurlijk geen boodschap aan. Die gaan rustig door met combineren. En die komt hier de 3-0 aan. Griezmann komt hier de 3-0 aan. Die past hem hier af. Dat is een op zich goede keuze. Maar er zit een goede verdediging van Peck tussen. Noya houdt die bal nog binnen. Dan krijgen we hier een ingooi zo meteen. Allereerste wissels. Snelheid omhoog. Ja, dat zal ongetwijfeld het verschil gaan maken. Agressie omhoog. Doe maar, doe maar. Alles omhoog. Ja, we moeten, hè. Fire. Is. Ik zie dat Excelsior naar een vijfdeliger formatie is geswitcht. Ik heb niks meer. Ik heb geen wissels meer. De wissels zijn op bij Pek Zwolle. Dus, ja, brons is beter. Dus de elf die nu op het veld zijn, moet het maar gaan doen. Ja, man. Hier is Bellerin aan de rechterkant die misschien wel iets kan gaan creëren. Bellerin die blijft die prank ingoedjes doen. En die vind ik altijd lekker. Die zien er goed uit. Hier spelen. Pele levert hem weer in. Ja, ik blijf het ook gewoon zeggen. Die Pele, ja, ongekend, hè. En daar betaal je dan 5 miljoen coins voor of zo. Dit is een overtreding. Gareth Bale, die zaagt die flink door. Krijgt daar een kaart voor. Dat is een gele kaart. Trouwens, Roberto Carlos, hè. Wist je dat de laatste wedstrijd was? Is dat zo? Ja, hij gaat weer naar Brazilië. Oké, ik krijg net een verzoekje. Ik moet even aangeven dat Roberto Carlos vandaag zijn laatste wedstrijd speelt. Ja, dat is ongekend, mensen. Dit soort dingen gebeuren allemaal in de e-sport competitie. Modric, hier langs de zijkant Suarez. Suarez komt niet door. Suarez komt niet door. Is hier misschien een kansje voor Pek Zwolle, Suarez. Houd lang de bal vast, maar dat is misschien goed. En hier zit Rio Ferdinand. Houdt hem gewoon al binnen ook, hè, die Rio Ferdinand. Ongekend, dames en heren. Zit er tussen en houdt die bal binnen. Dan is dan Boateng, hè, bij die tegendoelte. Ja. Hier inderdaad Florenzi, die Bellerin opzoekt. Florenzi en Bellerin. Ik weet niet wat daar de achterliggende gedachte is, maar die zijn allebei in ieder geval flink snel. Op die rechterkant, Pele weer. Vidal. En dit is met een ongelooflijk gelukje hier de bal bij Griezmann. Die kan niet door, die heeft natuurlijk geen boodschap aan dat het geluk is. Die gaat hier lekker profiteren. Griezmann naar die zijkant toe. En Carvajal grijpt daarin. En Alaba die volgens mij ook kan pikken. En het lijkt toch met het laatste kwartier op de klok een hele moeilijke zaak te worden voor Peck tegen een goed geoliede Excelsior. Wat hier stevig staat te ballen. En hier is Pele dan, Pele dan, Pele dan! En dan is het 0-3. Dat is een goede goal. Dat was een goede goal. Prima goaltje en Pele, goed. Ja. Ik zei het al, hè, wereldspeler. Ik blijf het zeggen. 0-3. Ja, dat lijkt me toch wel over en uit. Misschien een eretreffertje zou leuk zijn. Zwolle kwartiertje misschien. Maar Zwolle kwartiertje hoor ik hier rechts van mij. Er zit dat erin, dat gaan we meemaken. Allereerst die Bellerin die laat zien wie de baas is. Hoe werd de Carlos? Hey. Ik heb. Ja. ik twijfel even of ik het zou zeggen, maar volgens mij heb ik al genoeg gezegd. Dat was Roberto Carlos, laatste wedstrijdje. Roberto Carlos gaat hier dan voor de eretreffer aantekenen. Dus wat een goal, wat een goal! Heeft het gaan, hè? Met die hakje. Hier Roberto Carlos in zijn laatste wedstrijd. Zoals kwartiertje wordt hier aangetekend. De eretreffer is wel binnen. Ere? Oh, we zijn binnen. De eretreffer is binnen. En we hebben nog 10 minuutjes op de klok. En de vraag is dan, hoeveel kan er nog? Achterin rondtikken, hoor ik. Nee, ook. Vijf legers achterin rondtikken, ja. Waarom niet, hè? Pannenkoek. Waarom ook niet, joh? Die overwinning moet je gewoon binnenhalen. Die 3 punten in de tas, mee naar huis nemen. Maar goed, Zwolle hier met het balbezit. En als hier nog een 3-2 zou kunnen plaatsvinden, is dat een hectische slotfase. Hier is Neymar aan de bal. Vieri, Modric hier. Modric hier, die loopt er zo doorheen als een mes door de boten. En Modric paast hem in de handen van Neuer. Dat lijkt me niet op een schot. Nee, dat was een bep, maar. Ai, ai, ai. Ja, dit was een gigantische kans. Dit was de kans. Als het hier 3-2 was geworden, weet ik niet wat er nog in die slotfase kan allemaal gaan gebeuren. Hier is Vidal dan. Wat loopt hij daar te zeiken dan? Dat is Pele. Heel gek. En hierdoor, ja, daar komt hij aan hoor. Niet, vrij trap. Vrij trap, hier is een overtreding gemaakt door, voor mij was het Carvajal. Ai, ai, ai. En daar komt een kaart aan. En welke kleur is die kaart dan? Welke kleur is die kaart? Geel. Geel hoort hier. Het is een rode kaart, hè? Ja, 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 de scheids deelt hem gewoon uit. Wie, Carvajal? Carvajal inderdaad met dat rode kaartje. Oké, dan moeten we een aankoop doen. En hier beeld de vrije trap recht in de handen van Neuer. Recht in de handen van Neuer. Nou, dat betekent trouwens dat zometeen
allebei de backs niet gebruikt kunnen worden. Want ik heb het al gezegd, maar Roberto Carlos speelt trouwens de laatste wedstrijd. Dus nu ook Carvajal mag inpakken, is het een volledig nieuwe vleugel zometeen in de volgende speelronde. Hier allereerst Bill, die probeert naar binnen te draaien, maar dat niet lukt. Griezmann verovert hij de bal. Zo, scheid. Hier Ferdinand. Ferdinand heeft mij opstoomd, dat zien we niet vaak. Ferdinand, zo, die komt hier door ook. Hier is Garrett Bill, de keeper is uit zijn doel. Komt hij een chip aan, die gaat er gechipt worden. En die Manuel Neuer, die tikt hem over dat lastje. Dat vorige keer. Ja, hij is ook eerder inderdaad de doelpunt van de week geweest. Ja. Oh. En hij dacht, dat ruikt naar meer. Hier komt een hoekschopje aan, omhoudje wordt geprobeerd. En typerend voor de wedstrijd, mislukt hij volledig. Hier Suarez met een volley. Manuel Neuer uit zijn doel. Nee, Manuel Neuer uit zijn doel. En hier komt Pele op snelheid. Pele op snelheid. En hier kan voor open doel gewoon getikt gaan worden. Wat doet hij? Nee. Hij scoort hem niet. Hier is dan toch Nengelan 1-4 om het af te maken. Gelukkig. En dan is het ook. Roberto Carlos redden wij weer. In zijn laatste wedstrijd. Roberto Carlos. In zijn laatste wedstrijd trouwens, jongens. 1-4. En dat is het afgelopen, jongens. Mooie pot gezien. Excelsior was machtig. En het zat er vandaag niet in voor PEC. Maar leuke wedstrijd gezien. 5 goals. En 7, wat ging er mis? Ja, je zag Boateng. Boateng. En die Neuer ook hoor. Ik vond die Neuer niet. Hij pakte niks. Nee, maar goed, Boateng. Ja. Die twee die komen voor blokken, lijkt mij. Lijkt mij hoor. De eerste wel. Tweede week nog. De eerste kon ik sowieso hebben. Ja. In ieder geval, leuke pot gezien. 5 goals. En ik zie jullie graag bij de volgende week.